dus die kamer. Ze gaan kijken of dat we één persoon kamer krijgen, maar het waren bij de trein. Dus we gaan het wel zien of het lukt of niet lukt. We moeten even hier. We gaan het wel zien. Dus afwachten. Zij is ons heel de uitleg geven en voor 8:15 worden opgewerkt. Ziet. Dus ik lig nu klaar voor de operatie, dus ik kom mij zo halen. Het is wel heel spannend. De stress is dan altijd heel hard. Ik heb onderbekant. Dat is echt raar om hier onderbekant te hebben. Ik heb nog even moeten scheren en ik ben helemaal klaar met de operatie. Ik ga wel jullie in de kast zetten, want ik ga jullie meepakken. En dan zullen jullie elkaar binnenkort weer terug. Hopelijk gaat alles oké. De operatie heeft dit weer. Kijk, dit is mijn eten dat ik heb gekregen. Dus het gaat echt wel smaken. En ik voel me wel iets beter dan daarnet. Nee, nee. En zo ziet het eruit. Oh ja, wat is toch een kijk operatie? Het is toch een kijk operatie. En dat is mijn infuus. En dit is. Nee, dit is toch een operatie. Dat is wat er buiten te zien is, het is een donker. Half 12 meteen. Dat is te morgen. En zeer goedemorgen iedereen. We hebben boter mee gekregen. Dat is zeker ook het brood best wel. Ik heb even van jullie gevraagd. Je kunt die krijgen en zo, dus dat lekker opsmiddel. Ik heb een beetje pijn. Dat verhaal natuurlijk. Dus vannacht was het ook even heftig. Maar het komt er goed, dus ik ga het nu even opeten. En dan ga ik straks verder met het verslag. Dus even wat uitleg. Ze hebben dus een kijkoperatie gedaan. Dat is de beide kanten. En dat is ermee goed verlopen. Dus dat is wel het punt. Rechts mag ik nog gaan douchen. Ik heb ook heel veel bloed verloren, langs het veranderen. En dat komt ook op zich goed. Je weet wel, als je deze video ziet, je laat deze operatie doen. Het kan het zijn dat jij wel een plastoma hebt, maar dat kan zijn van niet. Dat hangt van persoon tot persoon af, of dat een kijkoperatie is of niet. En ook of je een plastoma hebt, ja of nee. Dus ik lig hier dus tot maandag. Dus even, is dat wel heel veel pijn, vannacht ook even. Het flesje was leeg, nu heb ik ook wel wat pijn. Maar het zal wel elke dag beter gaan. Natuurlijk is je buik, dus die gebruik je heel vaak. Voor alles wat je doet, gebruik je eigenlijk je buik. Ze gaan straks het bed verschoren, dan ga ik onder de douche staan. Normaal gezien komt er vandaag iemand op bezoek. Dat is nog een heel vraagteken. Ik ken haar wel een beetje. Maar ik was wel blij dat iemand op bezoek wilde komen, dus ze kunnen al niet komen stelen uit het ziekenhuis. Nog eens een goede dank aan de vrienden, want de vrienden staan constant klaar. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel te zeggen. Dus hij zit weer helemaal alleen. Dat is nu hoe dat het is. Het zal licht aan het worden. Ook een dikke geluid naar mijn begeleiding toe die gisteren meegegaan is. Want doordat hij gisteren is meegegaan, is ook een tijdje gebleven. Dus maar ze zijn echt super lief, die mensen die op pleging allemaal. Echt wel respect voor die mensen. Dus ik kan alleen maar shout-out doen naar die mensen toe. Voor de rest ga ik nog rusten. Dus zo zie je eruit. Een beetje gek, maar het is zo. En ik beschaam me daar niet voor. Dus en gaan we ons wassen. En dan wordt ook gebeuren. We hebben dus alles nu mooi gezorgd. Alles heeft een nieuwe plak erop en dat is allemaal. En ik mag een beetje wandelen, dus we gaan naar de tafel. En daar gaan we eventjes zitten en zien wat dat lukt. Dus ik hoop dat het lukt. Dus nu sta ik recht. Ik moet even allemaal meepakken. Dat is wel belangrijk. Dus kan ik bellen. Natuurlijk. Een beetje wandelen. Dat gaan we wel dragen dan normaal. Dat is normaal, hè.
kiezen waar ik wil zitten. Dit is het uitzicht. Wat mooi uitzicht, moet ik zeggen. Prachtig. Dus dit is het eten, soep. Dit. Dus vis. Dus, wat hebben we hier? Hoe kan je dat zien dan? En is dat? Dit is wat we hebben. Een mooi deel. Dus pak het, is vis. Kijk eens hoe lekker. Sandwiches. Sandwiches zijn het. Koffie. Ik weet niet wat het is. Dat weet ik niet. En dit is het uitzicht. Donker wordt. Daar heb je het voetbalveld. Het ziet er nu zo uit. Dus we gaan het lekker opeten. En we gaan het lekker. Dat is een beetje naar de wagen. We gaan wachten op de grote vaart. We zijn nou kwijt direct. Dus we gaan even lekker. Dus we gaan slapen iedereen en dan zullen we morgen weer terug op dezelfde vlog op dan is het zondag. Morgen iedereen, vandaag zijn we zondag 21ste en we zijn aan het eten. Zo'n boterhammetjes, hoe mooi het zo goed komt komen. Toen ik maar daar ben, een beetje rood te worden. En ontbijt. Dus ik ga jullie laten zien hoe dat komt. Dat gaat iets vlotter dan gisteren. Ik ga het allemaal even naar de badkamer. Het is al licht geworden. Dan gaan we naar de badkamer. Dus we gaan even de handdoek pakken. En de was. Ik denk wel dat je het kunt zien. Ik ga wat tanden poetsen. Thank you.
helemaal klaar voor de dag te beginnen. Om een boek te doen. Maar ik probeer het aan. Dan zijn we helemaal klaar voor de dag te beginnen. Een broek. Is weer niet. Niet makkelijk. Die is aan. Dat is niet makkelijk, maar het is aan. Dus, voilà. Dat hebben we gedaan om ze morgen te zijn. Het zijn zware oefeningen. Ze zijn een beetje stappen en dat komt helemaal goed, hè. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Dan zeker het omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien elkaar binnenkort weer terug in een gloednieuwe video. Tot ziens!